Er was eens een presentator, bekend als Kevin Hendrikus Johannes Brouwer. Hoewel het beeld in kwestie wellicht anders doet vermoeden, was meneer Brouwer naastig en in allerijl op zoek naar een attent presentje voor zijn lieftallige muze, Angelina. Daarom is hij neergestreken in iets wat moderne omgeving, genaamd de Retro Family, wat men later zou omschrijven middels de term webshop. Nee, dit is toch geweldig om in je huis te hebben. Hartstikke leuk om het te integreren in je woonkamer. Ja, gewoon midden in het interieur. Zie je wel dat mensen dat nu tegenwoordig doen? Dat ze dan een jukebox in hun woonkamer neerzetten? Je ziet het steeds vaker komen. Het is een leuke extra toevoeging en je kan er een gezellig feestje mee bouwen. Ja, en het valt lekker op. En ik denk dat het een beetje voor ouderen een soort van feest de herkenning is. Nou is deze wel erg groot. Zijn ze er ook wat kleiner? Je hebt in alle soorten en maten. We hebben platenspelers, radio's, leuk platenspelletje om kofferplatenspelers om dicht te klappen en om mee te nemen. Heb je een leuk liedje? Angelina, daar is mijn cadeautje voor. Heb je misschien iets in de jukebox zitten? Zullen we hem even opzetten? Ja, leuk. Dat gaan we doen. I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina. Nou, zelfs de keuken ademt retro, René. Maar het is wel zo, de magnetron of de waterkoker doet wat het moet doen. Alleen het ziet er even anders uit. Wat is dit? Nou, hier kan je hele lekkere slushpuppies mee maken. En dit zal ongetwijfeld met de hotdogs te maken hebben? Absoluut. Vroeger moet dat er zo uitgezien hebben. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Ik zie hier een tablet en een typemachine uit een compleet verschillende tijd. Hoe kan dat? Ja, dit heet een USB typewriter. Hiermee kan je je iPad of je monitor gebruiken en dan kan je een oude typemachine uit de jaren 30 bijvoorbeeld gebruiken om op te typen. René, ik heb heel veel leuke dingen gezien. Maar ja, Angelina is zangeres, dus ja, ik neig heel erg hiernaar. Ja, dit zou perfect bij haar passen, denk ik. Zullen we die gaan doen? Zal ik hem inpakken voor ja, je? Helemaal goed. Op straat lopen. Klik je in elkaar. En meenemen. Oh, helemaal goed. Dankjewel, René. Alsjeblieft. Ik ga dat verrassen. Veel plezier.